Vandaag zijn de plannen voor de entree grenspost voor de Vrijstaat Tijalf gepresenteerd aan de pers. En RTV Arnhem was erbij. 5 jaar geleden is er een prijsvraag uitgeschreven voor een mooi ontwerp te maken voor dit. Ja. Dat heeft u gewonnen. Ja. Hoe heeft u de inspiratie, waar heeft u die vandaan gekregen? Nou, dat is een goeie. Ja, ik woon al heel lang in de wijk, meer dan 20 jaar. Dus ik kwam hier met mijn kinderen vroeger al heel vaak. Ja, en op Tijalf kon je dingen doen die je elders niet kan. Dan kun je fikkie stoken, hutten bouwen. Kan gewoon ook een beetje kattenkwaad uithalen. Dus je bent hier echt in een andere wereld, in een andere staat. En je kunt hier, als je de grens over bent, gelden hier andere regels. En dat vinden kinderen heel erg spannend. Dus ik vond het een goed idee om Vrijstaat Tijalf te herontdekken. Zeg maar. We hebben net gedaan alsof Vrijstaat Tijalf al heel lang bestond, maar iedereen was het een beetje vergeten. En ik heb met een soort nepdocumentaire over hoe het dan vroeger hier eraan toe ging, door een paar oude buurtbewoners te interviewen, gedaan alsof ja, die Vrijstaat die bestond vroeger altijd. En er was zo'n leuke plek en daar kon je van alles doen. En sommige mensen hebben elkaar daar ontmoet en werden verliefd. En, nou ja, en dat gevoel, dat willen we weer terugbrengen op deze plek. En dat kan heel goed. Samen met het sportbedrijf gaan we hier allerlei leuke activiteiten organiseren. Of die worden hier al georganiseerd. Meneer, u bent directeur van de Dullert Stichting en u heeft geld hier ingegeven. Kunt u vertellen waarom u dat gedaan heeft? Ja, dat was een lustrum geschenk toen wij 150 jaar bestonden. We wilden iets bijzonders doen. Wij kenden de Dullertstraat. We hoorden ook van de gemeente dat de Dullertstraat zou worden opgeknapt. En we zagen ook dat de ingang van de speelplaats ooit veranderd was van de Dullestraat naar de Tiemenstraat. En we wilden eigenlijk als geschenk aan de stad de oude ingang weer in ere herstellen. Nou ja, goed, ik heb net de ontwerper gezien, het ziet er prachtig uit, waarin ook het portret van de heer Dullert erin staat. Dat moeten we heel goed doen, denk ik. Ja, dat doet heel goed. Alleen moet je denk ik oppassen als je zo'n portret erin zet, dat je het ook goed onderhoudt. En dat het niet op een gegeven moment, wat ik al eerder heb gezegd, misschien op een gegeven moment als Che Guevara gaat uitzien. Maar het is een fantastisch idee, ja. En het gaat over een jaar beginnen, tenminste over een jaar gaat het open. Wat verwacht u er dan van als het weer helemaal in die mooie staat is? Nou, ik verwacht dat het een bruisende speelplaats wordt. Er zijn heel veel kinderen in deze buurt, een mooie ingang. Als de huizen eromheen gebouwd worden, nog meer kinderen. En een horecagelegenheid die denk ik voor het hele Spijkerkwartier zeer welkom is. Ik heb de potentiële inrichting daarvan gezien. Erg leuk, erg gezellig. Dus ja, ik denk dat het een geweldige impuls aan dit deel van de stad weer gaat geven. U heeft de opdracht gekregen om dit te gaan tekenen, te ontwerpen. Waar heeft u de inspiratie vandaan gehaald? Nou, de inspiratie komt vooral van het feit dat ik zelf buurtbewoner ook ben. En hier al heel vaak met mijn kinderen heel wat uren heb doorgebracht om ze te kunnen laten spelen. En ik heb het altijd al hele mooie zwembadarchitectuur gevonden. Ik vond het al hele charmante gebouwtjes. En op het moment dat wij benaderd werden om mee te denken aan de realisatie van de grenspost voor Tijalf, hebben we dan ook meteen ja gezegd. We staan nu hier achter het gebouw. Ja. Is dit wat we daar zien? Dit is de oude beheerderswoning. Daar komt naar alle waarschijnlijkheid een BSO in. En dit is het restaurantgebouw. We gaan de entree weer in oude luister herstellen. En door middel van een soort van pergola proberen we het restaurantgebouw en het oude beheerderswoning aan elkaar te koppelen. En het voordeel van deze pergola is dat die ook voor zorgt dat de entree van de Vrijstaat ook goed zichtbaar wordt vanuit de Emmastraat. Nou, het is een aanwinst voor Arnhem, ik zie het nu al. Toch? Nou, dankjewel. Ja, het ziet er prachtig uit. Ik denk dat het zeker een aanwinst kan zijn voor het Spijkerkwartier. En dat het een fantastische entree is om de wijken Broek en het Spijkerkwartier aan elkaar te knopen.